Schalkwijk is het jongste stadsdeel van Haarlem. De meeste woningen zijn gebouwd in de jaren 60 en 70 als antwoord op de woningnood. Alleen sluiten deze niet altijd meer aan bij de huidige woonbehoeften. Anonieme, publieke ruimtes en een overmaat aan infrastructuur zorgen voor een onveilig gevoel bij bewoners. De ontwerpteams zoeken naar een herstructurering van de openbare ruimte en naar een gedifferentieerd woonprogramma met nieuwe passende en betaalbare woonvormen. Het doel? De monotonie doorbreken en kwaliteit toevoegen. Dit zijn de teams. We proberen op alle schaalniveaus mensen en plekken met elkaar te verbinden. Dus Schalkwijk met Haarlem, de verschillende wijkdelen van Schalkwijk met elkaar en ook binnen de wijkdelen en de mensen met elkaar. Dus we proberen plekken te maken die betekenis hebben voor mensen. Dat realiseren vooral door het autogebruik terug te dringen. Dus we willen stimuleren dat mensen veel meer het openbaar vervoer gebruiken en de fiets. En daardoor passen we eigenlijk de mobiliteitsnetwerken in Schalkwijk aan om ruimte vrij te spelen. De essentie van ons plan is dat wij uitgaan van de bestaande kwaliteiten en krachten in de Waddenbuurt en Schalkwijk. We willen dus niet helemaal opnieuw beginnen, maar we willen een wijk maken waarin we bestaande gebouwen en ook de bestaande openbare ruimte beter maken, zodat het dagelijks leven van de mensen verbetert. We gaan dat realiseren door een groot deel van de bestaande bebouwing niet te slopen, maar te behouden. En deze op te waarderen en naar waarde toe te voegen, zowel in technische, esthetische als ook in ruimtelijke zin. De essentie van ons Molenwijk is eigenlijk een oproep aan de gemeente, aan de corporaties, aan alle andere partijen in de coalitie om op een andere, een radicalere en inclusievere manier na te denken over de transformatie van Schalkwijk. Essentieel aan ons plan is het wijkplatform. Het wijkplatform onderzoekt en implementeert alternatieve ruimtelijke oplossingen op basis van bestaande kwaliteiten. Dat leidt tot nieuwe vormen van sociaal eigenaarschap.